Ik ben weer gevallen vanochtend. Ja, ik ook. Vreselijk, hè? Dus ik heb op mijn rug met mijn fiets bovenop me. Oh. Met de fiets bovenop je ook? Ik hoor, ja, laat me koken dan de krant eruit. Oh. Volgens mij is dit niet goed voor mijn lak. En zie ik die snelheidsmeter weer wat zakken, Zoutmans. Mijn geduld raakt nu op. Wij zijn een wielenploeg en jij rijdt op kop. Maar anders dan in de wielerij kan de volgploeg sneller dan jij. Twee mooiste dames die je kunt voorstellen. Susanne. Goedemorgen. En Fleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Ja, ik denk jullie moeten een keer mooi geïntroduceerd worden. Want hoe vaker niet sms'jes binnenkomen op 4x3. Ach, weet je, mijn hele auto kan vast gaan voren staan. Zodra ik die twee stemmen hoor, ontdooit mijn hartje. Ik verzin het niet zelf hoor. Het is echt, dat soort teksten komen echt binnen. Nee, ik vind het heel lief, maar... Eindelijk, ik zit... Sorry, ik klink als een oude dame, maar... Ik kon mijn fiets geen stopje niet opkrijgen, omdat het zo glad was. Oh, ja, het is... nou, ja, weet je, er zijn bepaalde bevolkingsgroepen... die toch echt wel tot de helden mogen worden gerekend... als het gaat om dit soort weersomstandigheden. Natuurlijk, Harry, de cameraman van 101TV... Gelijk, ik ook. Ben ik ook nog een aandachtsgeil mannetje, Henri? Goedemorgen. Zoutstrooiers natuurlijk, die zijn net al even in het winterige zonnetje gezet. Maar ik denk ook zeker aan mensen van de ANWB, de wegenwacht, maar de krantenbezorgers, jongens. En de mensen die je rondheid laten? Ja, dus maar geen hond moeten nemen. Ja, oké. Ja, ik zit zelf ook bij die groep en dat vind ik geen held. Dat vind ik gewoon, dat is gewoon verantwoordelijkheid klaar. Niet jouw horen. Telegraaf, die heeft gewaarschuwd dat ze later zouden kunnen verschijnen... in verband met alle sneeuwellende rondom Amsterdam. Is hij er wel gewoon op tijd vandaag? Ja, hij was er gewoon. Nou, er is niks aan de hand. Staat er nog wat leuks in dan, Suzanne? Of leuks, net leuks, maar opvallend. Nou, ik had het gisteren over die lijst in Nederland, die was gekomen, met 8 criminelen erop. En nou, de eerste is alweer gevonden. En dat is eigenlijk een beetje een blunder, want hij zat gewoon in de gevangenis in België. Dat is Frankie Eekhout, zoiets. En ja, hij is dus terecht. Amai, die hebben hier gewoon achter slot een grinder zitten, hè? Dus gewoon, ja. Gewoon terecht, jongen. Oh, wat goed. Nou, dat ruimt lekker op. Ja, nu de rest nog. Maar er is niet gelijk een nieuwe bijgeschoven. Het is niet dat er dan één uit de lijst is gekomen... dat er gelijk een nieuwe binnenkomer is. Nee, nog niet. Oké, nou ja, goed nieuws. Dus one down, 7 to go. Hm. Nog meer dan? Oh, ik mag doorgaan. Ja, ik doe nou wel gewoon een lekker linie, hè. Oh, oké. Okay. Nou, ook nog een nieuwe wijn. Want iedereen die kent wel Chardonnay. En er is nu een variant opgekomen, namelijk Chardonnay. En dat is speciaal voor homo's. En dat heeft een of andere gast bedacht. Alleen het is wel een beetje misleidend, want het is helemaal geen Chardonnay of zo. En het is helaas ook niet roze. Dat was inderdaad een voor de hand liggend iets geweest. Maar is er wel iets bekend over wat er dan precies zo gay is aan deze wijn? Wat maakt het nou tot een homo-wijn? Het heet volgens mij alleen maar Chardonnay. Dat is alles. Gewoon een leuke woordspeling, ja. Nou, er zit gelukkig al wel een kurk in. Ja. Maar niet roze dus? Nee. Ja, wat een gemiste kans is dat dan, zeg. Ja. Heb je er nog één, of... Ja, het weer natuurlijk op de voorpagina. Ja. En ik had ook nog wel een schattig verhaal gevonden. Wacht, dat zat van bladzijde verder. Mm-hmm. Ja, hier, over een taxichauffeur. En hij was zich even aan het voorbereiden op zijn eerste rit van de dag. En toen hoorde hij ineens allemaal gemiauw achterin.
zat er gewoon een lieve poes achterin. Oh. En hij had hem naar binnen gebracht, naar de taxicentrale. En toen had de dierenambulance hem opgehaald. Alleen wat bleek, hij was beschoten door een buks. Er zat een kogeltje in zijn lichaam. Ach. En daarom, ja, hij was ineens, ja, dus in die taxi gaan zitten. En nu gaat het wel weer goed met hem, gelukkig. Ah, god. Een kat beschoten? Ja. Zieke mensen, ook die andere kat met dat rotje. Met dat rotje, ik ja. Ik kan er zo boos om worden. Ik snap wat je bedoelt. Dat doe je, maar even zitten, dat doe je toch niet? Nee. Wat bezielt iemand, joh? Ja, gewoon ziek, echt. En, ik hoop zo dat ze gepakt worden, echt. Is die kat dan nu in het asiel of gaan ze dan toch op zoek naar, naar de eigenaar? Of? Die taxichauffeur wil hem adopteren als hij van iemand blijkt te zijn. Ah, oh. Wat een mooi verhaal. Ja. Ja, echt. Hartverwarmend. Ja. Nee, echt. Fleur, jouw stapeltje. Minder hartverwarmend. In Japan is de 93-jarige Tsutomu Yamaguchi overleden. Ah, god, toch een Yutozu. Ja, toch wel hoor. Nee, kijk eens op. Hij heeft Hiroshima en Nagasaki overleefd. Want hij was in Hiroshima op zakenreis. En toen werden die bekogeld. Of toen werd het, ja, kwam, viel de bom op. In 1945. En toen had hij het dus overleefd. En toen ging hij naar zijn hometown, Nagasaki. Want hij dacht, ik zal eens even lekker bijkomen. 6 dagen later werd hij gebombardeerd. Alleen hij heeft het toen met brandwonden overleefd. En nu is hij dan gewoon van... old age overleden. Nou, dat is wel een heel sterk verhaal. Dat je gewoon 2 keer een atoombom... Nou, dat gebeurt me geen 2e keer, hoor. Wam! Holy shit, zeg, hé. De volgende? Er is minder liefde voor prins Willem-Alexander sinds zijn vakantiehuisincident. Want er is nu een onderzoekje geweest van CNS Nipo van RTL4. Of de mensen nog steeds graag willen dat Willem-Alexander koning wordt. En ja, dat moet natuurlijk, maar nog maar 74% heeft er vertrouwen in dat hij het goed gaat doen. En vroeger was dat nog 82%. Dat is spijtig. Wim Lex, wil je zelf nog wel koning worden? Ja. Oh ja, prima. Nou, dat kan Tolent dan toch niet zijn. Die inzet is er nog wel. Ja. Nou, mooi toch? Ik denk, ik check het gelijk even bij de bron, hè? Nog één, toch? Ja. De eerste Nederlandse HIV-patiënt gaat sinds 1987 vandaag naar de VS, legaal tenminste. Want dat mocht natuurlijk nooit, want dat was dan een bedreiging voor de volksgezondheid daar. Maar vandaag is, of tenminste, het is nu opgeheven en de eerste HIV-senior gaat vandaag er vandoor. Oké. Ja. Dan vind ik het hoog tijd voor iets leuks. Ik doe er een leuk muziekje bij. En ik ga eerst aan Suzanne vragen. Suzanne, heb jij nog iets leuks? Leuk muziekje trouwens. Nou, ik heb wel een bizar verhaal gevonden. Namelijk over een schoolhoofd uit Engeland. En hij heeft de jachten van 42 mensen in beslag genomen. Volgens mij kunnen jullie hem in een koor gaan doen. Ja, want hij vindt dat het niet past bij het schooluniform. Dus hij heeft die jas ingenomen en het is daar echt ijskoud, maar ze mogen geen jas aan. Ja, want ze hebben dus allemaal schooluniformen daar, dat kennen we. Dat is uit films en tv's hier en zo. Maar ja, je hebt gewoon natuurlijk je eigen dikke winterjas erover aan, maar dat mag dus niet van die school. Nee. Goed. Prima. Ja. Mogen ze wel allemaal dezelfde kleur uitslaan als echt bevriezen van de kou? Ja, dat moet dan wel. Jeetje. Ik ga hem voor de zekerheid nog heel eventjes navragen bij Fleur. Maar had jij ook nog iets leuks? Er staat nog wel wat in de kranten. Dan doe ik hem gewoon nog een keer hoor. Vind ik ook goed. Nee. Sarkozy heeft zijn ministers verboden om op scooters te rijden. Dat is absoluut out of the question voor hem nu. Want die man zit toch mee bezig. Ja, er was één minister die had een scooterongeluk gehad. En nu zegt hij dat als je een minister bent, dan ga je scooter. Die gaat weg. Omdat het niet helemaal chic is om een scooterongeluk te hebben als minister of zo. Ik denk het. Sorry, het is helemaal geen leuk nieuwtje, maar ik had het Het maakt niet uit, schat, hè? Het kan gebeuren, de jas wordt voor je neus weggekaapt. Dat maakt niet uit, want morgen ben jij misschien weer als eerste. Nee, ja, morgen ga ik jou gewoon als eerste vragen. Dan wisselen we nog weer 1 keer af. En uiteindelijk weet niemand meer wat nou de vaste volgorde is. En als maandag Giel weer begint, en dan is het even kijken, hoe was het ook alweer? Draaiboeken erop naslaan en zo. Oh, wil je nog wat leuks horen? Nou.
Ik ben weer gevallen vanochtend. Ja, ik ook. Vreselijk, hè? Dit gaat op mijn rug met mijn fiets bovenop me. Oh. Met de fiets bovenop je ook? Ik hoor laat ik ook en dan kranten eruit. Oh. Dat was niet gelukkig. Ja, dat is... Ik heb vroeger ook een krantenwijk gehad. Dat vond ik het allerergste. Als je inderdaad dan best nog... Nou, een glijpartij in de winter. Nou, dat is al vervelend. Maar als je ook nog een keer de halve straat moet doorstrompelen om... En buk en al die kranten. Inclusief alle ingevouwen bijlagers. Ah! Ja. En daarom zeg ik... Ik voel mee met jullie ellende. En daarom zeg ik ook, jullie zijn helden. Want je zal zo eens aan de telefoon krijgen als de krant niet op tijd in de bus ligt. Wat ik ook wel snap, je betaalt er ook voor als abonnee. Maar er zit een moeite in. Mogen duidelijk zijn. Suzanne en Fleur, dank jullie wel. Ja. Tot morgen. En een goedemorgen ook. Goedemorgen.